Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Ziggo Live vanuit Club Ziggo in Amsterdam. Dit keer een band uit Utrecht op de planken, Tenement Kids. Ja, het betekent letterlijk straatschoffies, heb ik opgezocht. Deze band begon ongeveer 7 jaar geleden als diehard punkrock band. Maar ja, onlangs bracht ze een nieuwe plaat uit en je kan duidelijk horen dat er nieuwe ingrediënten zijn toegevoegd aan het repertoire. Het is roots rock, het is gospel en heel erg soulful. Kortom, helemaal te gek. Denk een beetje aan een Nederlandse Bruce Springsteen. Jan Douwe had een vraaggesprek met de frontman, Gijs. Gijs, waarom wilde je ooit muzikant worden? Jeetje, sowieso is muziek bij ons thuis wel met de paplepel ingegoten. Hoe dan? Mijn vader was DJ in de lokale kroeg en heeft mij altijd heel veel plaatjes opgedrongen. Van 10 Years After en allemaal oude blues dingen en zo, noem maar op. Dus, en ik geloof, het oudste filmpje dat ik van mezelf ken, stond ik de Final Countdown mee te spelen met een bezem. Want dat was toen een hit, geloof ik, in 86 of zo. Ja, precies. Ja, nou, dus toen, ik denk toen ongeveer. Okay. Ja. Wel leuk zeg dat je vader DJ was. Dat je op die manier het met paplepel ingegoten hebt gekregen. En dan heb je dus het jouw uitgehaald. Ja, zeker. Ja, niet meteen. Mijn pubertijd vooral versleten als skatende punk puber eigenlijk. Eigenlijk toen we met de band begonnen maakten we ook echt nog punkmuziek. En de laatste 5 jaar is het echt zo, echt eigenlijk al die oude muziek weer een beetje bijgekomen. En ik dacht van nou eigenlijk is dat wel een stuk leuker om te spelen zeg maar. Je bent nu in Club Ziggo, wat ga je vanavond doen? We gaan die glazen wanden flink laten schudden in ieder geval, op zijn minst. Ja. Het gaat weer van de muur afdruipen. Absoluut. Nou, veel plezier. Dank je.